12,4% van alle stemgerechtigde Gentenaars heeft gisteren een stem uitgebracht tijdens de volksraadpleging. Zo klonk het gisteren bij het Gentse stadsbestuur. Een dag later moet dat wat bijgestuurd worden. Het is zo dat het decreet, het Vlaams decreet ter organisatie van de volksraadpleging, voorziet dat 10% van de inwoners moet komen opdagen. Als je dus het aantal inwoners berekent, dan is 12,4% van de Gentenaars gisteren komen opdagen. Als je dat afzet tegen het aantal stemgerechtigde Gentenaars, dan kom je op 14,95%. In totaal brachten 33.203 mensen gisteren hun stem uit in Gent. Een ruime meerderheid koos er met bijna 80% voor dat de stad publiek vastgoed niet mag privatiseren en dat het 40% sociale woningen moet realiseren. De initiatiefnemers van het referendum zijn dan ook bijzonder tevreden met het resultaat. Het is een ongelooflijk mandaat dat wij gekregen hebben. Wij hebben meer stemmen op achter ons staan dan sommige mensen die in de gemeenteraad zitten. Dus ik denk dat dat wel serieus moet genomen worden. Wij zijn bij 5 initiatiefnemers die zich verenigd hebben. Wij zijn niet betrokken, of nee, eigenlijk niet betrokken geweest bij de organisatie van het, naar het referendum toe. Dus, want anders hadden wij waarschijnlijk nog een beter resultaat behaald. Maar de burgemeester heeft mij gisteren aangesproken dat wij wel met de 5 initiatiefnemers gaan betrokken worden bij het vertalen van het resultaat. Het is natuurlijk afwachten hoe groot de impact van de volksraadpleging zal zijn, want zo'n referendum is niet bindend. Maar het signaal rond betaalbaar wonen is wel aangekomen bij het Gentse stadsbestuur. Dat is een gedeelde zorg. Dat is een zorg van de Gentenaars en dat is een zorg van het Gentse stadsbestuur. En als Gents stadsbestuur nemen we het signaal ter harte en nemen we het signaal van de burgers ernstig. Dit stadsbestuur, deze legislatuur, heeft een ongekend aantal middelen vrijgemaakt voor betaalbaar wonen. En dat zal ook onder dit stadsbestuur een topprioriteit blijven. En de verdienste van de volksraadpleging is dat het thema wonen ook een heel bepalend thema zal zijn bij de volgende verkiezingen en ook in het nieuwe bestuursakkoord van de nieuwe bestuursploeg een absolute prioriteit moet zijn.